Oké, jongens, welkom bij aflevering nummer 15e. 15e, I don't know waar we zitten. Ons team, pretty solid. En ik denk er net aan. We gaan naar Shiny Gold, dus dat betekent dat we een pakket mogen openen. En hopelijk zit er een Shiny Gold Nederlander in. Oké, we hebben hier net zo'n pakket. Of gaan we voor zo'n pakket? Gaan we voor een normaal pakket. Come. Give us... Ik weet niet, centraal midden, gewoon een bannen. Kom op. Oeh, een keeper. Landerieu. Oh, we hebben Van Wolfswinkel gekregen. Een Nederlander, dat betekent dat we hem al hebben, jammer genoeg. Ja, dat we hem gewoon gaan aanbieden. Hè. Van Wolfswinkel. Zalig, we kregen een Nederlander. Nu de Nederlander die dat we zochten. En twee doelmannen gekregen, what the fuck. Maar deze Landerieu, die ziet er 1000 jaar oud uit. Van welk jaar is die 79? Dat ken ik echt niet. Hoeveel is die waard? Gewoon standaard coins. Ja, ik dacht het wel. Ik ga dit even wegdoen en dan gaan we starten. Oké, we got someone. Red Bull Club. We spelen weer op mijn veld. Altijd goed. Barclay Team. Team GC91. Negredo, Wilshere, voormalig Chelny, Loris. Ah, Sava team. Proper team. De Zorla ook. Arteta. Maar... ik denk dat het wel zoals de vorige tegenstander is. Goed team, maar ook niet uber bon. Dus hier gaan we. Let's go. Oh my shit, let's do this. Let's fucking do this. Oké. Okay. Is het hier al niet goed? Is het hier al niet goed? Come on, butter! Oh nee. My god. Blazikowski. We staan achter. Come on Germans. Germans. Come on Dutch players. Doe jullie best. Niet verliezen hè. Nee, dat ik hier met mijn god team zit. Oké, met Butner en Van der Wiel. Maar even terzijde. Dit moet fucking beter kunnen. Oh my god. Maher. 45e minuut. Beste moment ever om te scoren. Die kerel kei-pist. Dat betekent dat hij in de tweede helft gaat beginnen van... Oh my god. Nee. En oh, Strootman naar Van Persie. En wat gebeurt er als Van Persie aan de bal is? Hij schiet. En hij scores. We zijn nog maar net bezig in de tweede helft. En Van Persie maakt er al 2-1 van. We zijn op dreef. We zijn op dreef. We gaan dit fucking winnen. Oké, Elia, de fucking pace beast van Percy. Oh, nee, van Percy niet. Wow, penalty, dat meen je niet. Awesome. Wat heeft hij gedaan? Oh, gewoon ja, gewoon ver gelopen. Oh, garme. Kom, van Percy. Links of rechts? Links. Oh. La 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 la. Tweede goal van Van Persie. Kan hij zijn hat-trick maken? Dat zou zo vet zijn. Zou weer met een free upgrade kunnen starten. 61 minuten. Zij dan aan de bal. Ah. Dat meende niet. En meestal als ik showcase toon. Dan. Oké. Dan zitten ze. Jack Wilshere. Was wel echt mooi naar binnen. Ja. Naar binnen gekomen hè. Shit hè. Kijk hem maar. Gewoon weer vliegen in het zak gezet. Dan bam, binnen. 3-2. Oh my god. Ik ga je niet verliezen, ze maat. This is my series. Oeh, Nashing mooi ertussen. Maher. Wow, beast. Strootman. Na Maher. Maher, come on. Maher. Oh, haha. Direct nadat hij scoort. Gewoon aftrappen. Aan de bal blijven. En scoren. 4-2. Oh yeah. We hebben nog altijd tijd. Dat is mijn hersen tweede doelpunt ook al zeker. Ja, straks hebben we nog een dubbele hat-trick. Who fucking knows. Oh. Oh my god. 78e minuut. Snyder. Narsing, Narsing. Oh. Nice. Hier op dit moment als ik echt zal aan het tikken. Proberen om eigenlijk een goal te maken met Van Persie of Maher. Maar ik dacht, kom aan, laten we die er gewoon in schieten. Want kijk, het wordt 5-3.
Dus als ik die goal niet had gescoord, dan was het 4-3 en dan had het echt nog spannend geweest. Maar nu kan ik toch niet meer verliezen, hè. 5-3, 86e minuut. Gewoon zorgen dat ik het kan uittikken. Eerst Maher, 90e minuut. Oh shit, slecht balverlies. Nee, dat kan niet. Dat fucking kan niet. Negredo, what the fuck? Shit. Nee, what the fuck? 90e minuut, 5-4. Ah, what the fuck? Waar ben ik mee bezig? Waar ben ik fucking mee bezig? Dat kan je niet menen. Maar we winnen toch met 5-4. Oh my god, geen hattrick jammer genoeg. Maar toch goed gedaan. Oh my god, wat een match. Awesome 5-4 win. Waarom kreeg ik die twee goals nog tegen op het einde? I don't fucking know. Wel jammer, twee spelers die dat twee doelpunten hebben gemaakt. Als die alle twee een hattrick had gemaakt of één iemand een hattrick, dan hadden we zelf al een free match. Maar we mogen niet klagen als we met 5-4 winnen. Tegenstander heeft echt goed gespeeld, maar wij ook. En jee, we zijn gehandhaafd. Ik heb nog 5 matchen te gaan, hè. Dus ik kan hier kampioen spelen. En promotie gaat zeker haalbaar zijn. Denk ik. Dus dat is altijd goed meegenomen. Let's take a look. Wie gaan we upgraden? De keeper. Ik denk dat ik de keeper ga upgraden. keeper echt. Het is een brakker. Oké, let's take a look. Netherlands position. Doelman. Oké, dus het gaat tussen Stiglenburg of Vorm. Ik heb Vorm vorig jaar heel veel gebruikt in FIFA 13. Maar is hij goed genoeg? Snelheid is echt beast. Positioning is beast. Reflex is beast. Hij is wel maar 1,83 meter. En Stiglenburg is 1,97 meter. Dus ja, dat weet ik niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Maar als ik een pak is dan met een chemistry style, juist. Even checken. Oké, Vorm, welcome. We hebben hem handschoen chemistry style gegeven, duikbeinigheid, positie nog beter. En hoeveel beter dan Krul is hij? Beter duiken. Beendigheid van Krul was beter, maar we hebben chemistry style. Trappen is beter bij Vorm, maar dat boeit niet. Reflexen hetzelfde. Snelheid is 10 beter. Positioning is ook 7 beter. Alleen grootte is minder zeker. 1,93 meter is 1,83 meter maar. Ja, we zullen zien hoe goed dat is. Oké, one thing. Bijna vergeten. Nu dat we naar Shiny aan het upgraden zijn, mogen we onze allerlaatste manager kiezen. Oké, hier hebben we hem zelf, de Jol. Klik. Ja. Zo zijn. Zalig. Nu zijn we patser. En nu kunnen we beginnen aan onze volgende match. Here we go. Alright guys, we hebben iemand gevonden. Wat is dat? Beoordeling 83. Samuel Eto'o, Jovetic, Jesus Navas, Yaya Touré, Company. En weer fucking Tsjech in doel. Dat mag niet, geen Tsjech. Geen fucking Tsjech. We kunnen die niet aan. Maar we gaan ons best doen. Here we go. Oké, let's beat that Chelsea boy. That Chelsea boy is going to die, my bitches. Oké, direct aftrap. Oh, tiki-taka in mijn rood truitje tegen blauw. Strootman. Oh, tweede minuut. Strootman. Bam, zo moet dat, jongen. Zo fucking moet dat. Oh yeah. Wah, net wakker uit mijn bedje. En gewoon even boom. 1-0 tegen Santa. Mr. Santa. Bring me your dreams. Oké. Oh shit. Jesus Navas. Zabaleta. Nee, die gaat crossen. Jovetic. Oh, die normaal. Wat? Oh, wat slecht weggewerkt. Dat meende niet. Oh, weg. Oké. Nice. Van Persie. Oh, nee, allee. Fuck. Oké. Nee. Oh, echt slecht. Dit is
echt niet goed. Dit is echt niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Shit. Nu nog eens. Nu nog eens naar Jovetic. Nee, Eto. Fucking Eto. Het zat al 1-1. Tweede minuut en laatste minuut een goal. God damn it. Shit. Oké, okay, we moeten ons best gaan doen, hè. 57e minuut al. Altijd 1-1. Narsing gaat erdoor. Naar Van Persie. Bam. En op Van Persie kunnen we altijd rekenen. Alle fucking keren kunnen we op Van Persie rekenen. 59e minuut. 2-1. Sit down, son. Oh yeah. Bam. Met zijn linkervoetje. Oké. Okay. Oh. Ja, oké. Okay. Maar als die daar tussen zat. What the fuck? What the fuck? Dat meende niet. Nee. What the fuck? Wat was dat? What the fuck was dat? What the F was dat? Fuck you. Fucking fuck you. Met zijn fucking wave er nog bij. 2-2. Shit, hè. Ah, oh, fuck it. Alright. Oh, zie me skillen, zie me skillen. Wesley Sneijder. Oh, toch niet direct weer na de goal scoren, of wel? Maher. Chipt hem naar binnen, chipt hem naar binnen. Ilya. What the fuck? Oh, fucking vet. Oh, shush my little boy. Shush it. Shush it. Oh my god, 3-2. Oké, okay, wissels. Van Wolfswinkel en Rakic. En bij hem komt Demba Ba erop voor Fellaini. Oké. Okay. Come on. Come on. Waar is Van Wolfswinkel? The old school beast. Oh, Narsing gaat het dan maar doen. Shoot. Oh, yeah. 24e minuut. Game is over, son. You're not going to win against me. You are fucking not going to win. Bam. Ta-da. Ta-da-da. Ta-da-da. Oh, wel vet als we twee afleveringen winnen in één aflevering, jongen. Hé, hey, lang is dat geleden. Van Wolfswinkel! Oh! Zo moet dat zijn, Van Wolfswinkel. Lang geleden nog uitgespeeld, maar what a fucking comeback you make. Je zijn zeker 7 afleveringen niet meer gespeeld of zo. Oké, 7 is misschien wel overdreven, want het is gewoon niet veel. Winnen, 5-2. Oh fucking hell yeah. What's up? Oh man, ik dacht echt een lange tijd dat ik geen FIFA niet meer kon spelen. Maar 17 schoten op fucking doel. En even met Van Wolfswinkel spelen en bam, die scoort direct. Dat is echt, echt de Van Persie. Oh, dat is de tijd dat ik ook goed speelde was met Van Wolfswinkel. En dan vanaf Huntelaar was het even een bepaalde tijd slecht. En dan bij Van Persie begon het steeds beter en beter te gaan. Want als je kijkt, 32 wins, 3 gelijk. Ik heb maar 3 gelijk spelen. Echt gek. En dan 22 loses. Dus... Ai, ai, ai. Ik krijg totale doelpunten gescoord. 155, 108 tegen... Ja. Ja, het is tijd voor upgrade, hè. Strootman goed, Maher goed, allemaal goed. Het enige dat ik ga doen is de vrij ga ik nu wisselen voor onze laatste shiny gold centerback. Want voor de rest hebben we er geen meer. Alles is dan fini in Nederland. Ja, ik zei het, de verdediging is echt niet goed in Nederland. Dus we hebben Vlaar. En dat is het. En ik denk... Oh, is er geen... Wacht, hè. Oké, ja. Ik moet echt een inform of zo zoeken, want Vlaar is nu ook niet echt de beste. Maar ja, we zullen het er toch niet mee doen, hè, met Vlaar. Eens even kijken of dat we hier... gewoon Aston Villa intypen. Nee, Arsenal niet. En zoeken of dat we hier met chemistry hebben, want... Ik zou toch iets willen met snelheid eigenlijk. Zijn snelheid is echt redelijk laag. Blech. Nee, dus we zullen zelf een cam erop moeten zetten. Of niet. Ik ga eens even kijken voor een inform Nederlandse verdediger. Ik weet niet wat er in is, maar ik ga gewoon eens checken. Ja, nee jong. Alleen Vlaar. En dan... wat is daar?
Kwakman, ja. Central back, silver. Dus dan kunnen we even goed met dingen blijven spelen. Met Heitinga. Oké, even Veldman uit de dingen halen. Alright, bijna klaar met deze episode. Hier, De Vrij voor Vlaar. Wat is het verschil? Vlaar slechter in snelheid, beter in schieten, slechter in passen, slechter in dribbelen, beter in verdedigen, slechter in koppen. Dus kunnen we dan een upgrade noemen? Niet echt. Maar hij is shiny, dus we moeten wel. Zo, Vlaar. 4-star, wel zwakke been. Een verdedigend werktempo is wel hoog. Dus dat is wel pretty handig. Dus... Nu ben ik eigenlijk aan het denken. Ah ja, we hadden de vorm ook al opgegraded. Ik heb 2 golen binnengelaten vandaag. Ai, 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 ai. Boordien van ons team is 79. En nog 2 spelers te gaan. Strootman en Maher. Want Heitinga kunnen we niet upgraden. Dus, volgende aflevering is niet de laatste, maar wel de voorlaatste episode. Dus, hopefully you guys enjoy it. Tot de volgende keer jongens, we zijn echt een beast. Hè.